vrijdag in Lang Leven de Liefde. Kevin en Mariette blijven nog een dagje om te kijken of er meer in zit. Ik wil wel verlengen. Leuk. We kunnen nu in sowieso de volgende 24 uur misschien iets meer diepgang creëren. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Buurman Rob is niet echt het type waar Vanessa op valt. Het is zo kansloos. Limburger, IT'er met een knotje. Tussen drie kruisen, wanneer mag ik naar huis? En toen hij begon over zijn diploma's, werd het alleen maar erger. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld Reiki gedaan. Dus ik heb de eerste graad van Reiki. Ik vind het moeilijk. Er is een cursus die je kunt doen. Dan denk ik, ja, dan is het ook niks apart als iedereen het kan. Dan krijg je een certificaat van, denk ik, ja, god op man. Hetzelfde als een strikdiploma. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Als je wilt, kun je ontbijten. Ja, ik ben zover. Kijk, fris en fruitig. Nou ja, fris. Nou, fruitig wel. Fruitig wel. Fruitig dan. Dat sowieso. Zo. Ja. Goed appetit. Ja. Ik hoop het. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil echt iets van een patch mee moeten nemen. Hoezo? Met mijn haar. Ik vind het echt zo erg. Nou, ik leek nu op een omwoner. Ik denk dat ik ga mee gaan douchen. Oh. Emma, dat kan echt niet. Dat zat echt goed. Ja. Janken bij muziek? Heb je bijvoorbeeld muziek waar je een traantje bij laat? Ja, ik heb wel zo ooit muziek die indruk maakt, zeg maar. En dan krijg ik wel kippenvel en het kan. Ja, ik heb wel bepaalde muzieksoorten die mij wel triggeren om... Ja. Bijvoorbeeld een heel mooi nummer is van John Legend. Start. Ja. Ja. Alleen als er al aan denkt, dat is zo veel. Ja, ik zie het, ja. Ja, hè? Dan zing je dan ook mee, weet je wel. En dan... Je wordt nu al helemaal emotioneel, ja, zelfs. Ja. Ja, alleen als er aan denkt, weet je wel. Is dat dan om de tekst van het nummer? Nee, de emotie hierin zit. Oké. Okay. Ja. Ja, dan kan hij natuurlijk heel goed. Oh. Ja, even kijken. Oh, hier haak ik hem. Ja. Niet huilen. Nee. What does an angel underneath your clothes do? Nou, dat is. Ah. Wat? Ja, dat gaat helemaal aanbranden. Als er een programma komt met slechtste koks, dan komen wij daar 100% in. Het bakt gewoon heel snel aan, dus ik weet niet zo hoe we het gaan doen. Nee, ja. Het zijn net 300. Zachter zetten. Gewoon. Ja, dat heb ik al gedaan. Oh. Oh. Maar eet smakelijk. Ja, jij ook. Thanks. Eet ze. Ja. Hoe heb jij het nou ervaren de laatste dagen? Ja. Ik ben eigenlijk wel een beetje met zo min mogelijk verwachtingen ingegaan. Mm-hmm.
Maar ik dacht niet dat ik zo erg het gevoel zou hebben dat ik zo in mijn eigen bubbel zou zitten hier. Zo. Jij? Nee, hè? Nee, dan zit je eigenlijk een soort van ook de hele tijd nog samen in die bubbel. Je bent eigenlijk gewoon niet alleen. Daarom. Je zit gewoon in elkaars aura de hele tijd. Ja. Oh. Welke romantische gebaren kan ik van jou verwachten als wij een relatie krijgen? Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een dansje zijn. Dat kan, ja, ik kan je wel op een bepaalde manier aankijken. Zo van, hey darling. Dan kan ik bijvoorbeeld ook naar je toe komen en dansen. En dan kan ik zeggen. En dan ga ik helemaal door eventjes zo. En dan kom ik weer langzaam terug. En dan blijf ik je aankijken. En dan kom ik dichterbij. En dan gebeurt er dan iets. Nee, hè? Nee. Maar, oké. Okay. Ja, er is niks slechts mee, toch? Nee, zeker niet. Oh, zo dan. In ieder geval hard. Liever een stoere? Ja? Of een lieve partner? Stoer. Ja, dacht ik al, ja. En hoe zou je mij zijn typeren? Je probeert jezelf wel stoer voor te doen. Ik probeer wel een beetje, een beetje macho. Ja. Wel een beetje macho uitstraling. Niet, Ja, en zolang als je niet praat, gaat dat goed. Zolang als je niet praat? Ja. Ja. Ja? Ja. Maar als je met jou een gesprek aangaat, dan kom je er wel achter dat je helemaal niet macho bent. Nee. Kijk eens wel even in de spiegel van hoe zie ik eruit, hè? Hoe zit de baard. Hè? Ik heb zo'n trimmertje. Maar dat heb ik ook pas geleerd, hoor, om zeg maar zo'n bunt te maken. Want dat wist ik ook niet meer van jou. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, weet je wel? Ja, ik heb er niks mee met knotjes. Ja. Ik weet niet, ik vind een knotje moeilijk, denk ik. Dat je samen in de badkamer staat en je zegt... Schatje, mag ik even een elastiekje van je? Dan denk ik, ja, rot erop, joh. Dat. Ja. Ik vind het niet echt mannelijk, denk ik. Ja, precies dat. Dat is wat ik eigenlijk dacht, ja. 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 Ieder zijn ding, denk ik dan. Ja. Ik doe nog wel eens, maar als alleen uitgaan, doe ik wel eens, zeg maar, ik heb hele dunne wimpers, zeg maar. Dus dat wil ik wel eens even aanzetten met een beetje mascara, weet je wel. Maar meer om een bepaalde blik te krijgen. Oké. Ja. Maar goed, ik doe dat heel subtiel, weet je. Dus het valt niet direct op. Dat is hier zo'n soort krulletje. Dus hier boven een lijntje tekenen en dan hier zo'n krulletje. Ik doe dan alleen hier dat hoekje eventjes zo. Beetje dat aanzetten. Ja. Je moet doen waar je zelf goed bij voelt, toch? Kevin en Mariette hebben hun tweede dag volgemaakt. De bedoeling van de verlenging was dat ze zouden zoeken naar meer diepgang en fysiek contact. Maar hebben ze dat ook kunnen vinden? Een nieuwe 24 uur gesprek. Ja. Hoe heb jij het ervaren? Ja, ik heb het wel eens goed ervaren. Mm-hmm. Ik merk dat het alle twee wel... Ik snap wel echt de match. Ja. Want we levelen wel lekker qua spontaniteit. En het praten gaat super makkelijk en zo, weet je wel. Ja, zeker. Alleen, ik had sowieso gemerkt de afgelopen... Zeg maar, zoals gisteren... Had ik wel een beetje gemerkt dat we op een gegeven moment een beetje stagneerden. Dus ja. Dat... We bleven ergens haken. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dus het bleef gewoon op één lijn. Ja. Ik mis misschien af en toe tussendoor toch wel een beetje fysiek contact, zeg maar. Ja. Ja. En daarom besluit ik om niet te verlengen. Oké. Okay. Hoe sta jij erin? Ik vind wel dat je dat mooi hebt uitgelegd. Nou, dat zei ik natuurlijk gisteren al tegen je, dat ik heel blij ben dat wij gematcht zijn. Dat ik echt wel heel... Ja, dat we echt wel heel blij erom mogen zijn. En misschien inderdaad dat fysieke... Dat ja, dat we toch nog ons daarin een beetje inhouden. Ja. Of nou ja, En ik denk dan dat het nu, zeg maar, op deze lijn... dat we meer naar het vriendschappelijke gaan dan echt het diepe in. Precies. Daar, ja dus je zegt het perfect eigenlijk. Ja, dus toch besluit ik om niet te verlengen. Nee. We hebben in ieder geval een hele mooie herinnering eraan overgehouden. Ja, zeker. En dit nemen we gewoon mee. Ja, ik ook. Maar ik ga je wel een dik knuf geven. Ja, gaan we onze koffers pakken. Ja. Nou, bedankt je voor de leuke tijd. Bedankt. Nou, dan denk maar dat we spullen moeten gaan pakken. Ja.
Nou, bedankt. Nou, ja, jij bedankt voor alles. Tijd. Ik vond het echt heel gezellig. Ja, ik ook. Ik ga het in ieder geval niet meer vergeten. Nee, ik ook. Dat weet ik wel. Ja. Nou, doei. Rij voorzichtig. Jij ook. Tja, als het blijft hangen bij vriendschap, kan je maar beter je koffers pakken. Maar Kevin wil hem best wel ingepakt houden voor een nieuw avontuur. Zou jij ook eens een date willen met hem? Meld je aan. Voor Mariette was 48 uur in ons appartement wel even genoeg. Maar het is een kwestie van tijd voor ze iemand tegenkomt bij wie ze totaal geen moeite heeft om ook fysiek door te pakken. Ja, dan moeten we gaan vertellen of nou we gaan verlengen of niet. Ja. Zal ik als eerst gaan? Dat mag, ja. Ik kan het ook wel doen, hoor. Ja, nee, ja, vind het prima. Dat heb je denk ik wel in de gaten. Ik wil niet verlengen. Ja. En de reden daarvoor is, ik voel geen chemische klik. Mm-hmm. Dus ik heb geen aantrekkingskracht. Ik heb heel weinig raakvlakken met je. Dat is mijn gevoel. Jij houdt heel erg van feestjes om te gaan dansen. Ik heb het helemaal niet. Ik hou van voetbal en Formule 1. Daar heb jij helemaal niks mee. Ik ben echt op zoek geweest naar raakvlakken. Ja. Die heb ik echt heel weinig kunnen vinden. Dat is de reden waarom ik niet wil verlengen. Oké, duidelijk. Ja. Ja. Ik had op een gegeven moment wel een idee van, nou, er ontstaat wel iets, weet je wel. Ik zag het in je ogen, bepaalde lichtjes, zeg maar. Maar inderdaad, geen raakvlakken. Ik ben ook meer op een iets ander niveau. Dus wat meer spirituele. Ja, dat jij wat minder. Je bent echt gewoon heel lekker nuchter, gewoon beide voeten op de grond. Ik zou ook niet willen verlengen eigenlijk. Nee. Nee, ondanks ik een hele mooie vrouw vind. Dank je wel. Gewoon ook een mooi persoon. Dan gaan we de spullen pakken. Ja, is goed. Ja. Nou, top. Nou, wil ik je toch even knuffel geven? Ja, dat is goed. Ja? Dat is hard tegen hard, hè? Ja. Rij voorzichtig. Groetjes, hè. Doei. Rob en Vanessa zaten in hetzelfde huis en tegelijkertijd in een totaal ander universum. Rob gaat op eigen gelegenheid op zoek naar een spirituele soulmate die hem ook nog graag ziet dansen op zijn gouden schoenen. En Vanessa wil gewoon naar fans zonder knotje, met wie ze op de bank naar voetbal en Formule 1 kan kijken. Het duurt vast niet lang voor ze zo'n kerel in haar leven kan verwelkomen. En wij verwelkomen Anouk. Ze is 26 jaar, woont in Tilburg en geeft les op een mbo. In de maanden dat ze nu single is, heeft ze nog niet de juiste man kunnen vinden. Niet omdat zij niet in de smaak valt, maar omdat ze zelf behoorlijk hoge eisen stelt. Ik heb wel natuurlijk alle dating apps geprobeerd. Hartstikke leuke mannen, alleen het is allemaal zo oppervlakkig. En ik heb gewoon mijn leven heel erg op orde. Ik werk al 5 jaar fulltime, ik sta 5 jaar al voor de klas. Dat maakt me ook wat kritischer. Qua uiterlijk val ik op een man die in ieder geval langer is dan ik. 9 van de 10 keer val ik toch op iemand met donker haar. Verzorgd, sportief. Ik val ook wel vaak op een rustiger karakter dan dat ik heb. Oké. Ik hoor ook altijd dat ik echt de energie in een ruimte ben. Ik zorg altijd dat mensen het leuk hebben. Dus ik hou er wel van als iemand iets rustiger is dan ik. Die dan tegen mij kan zeggen, hey Anouk, even op het gemak. Nou, dat kan je aan Kevin wel toevertrouwen. Deze 33-jarige sales- en marketingconsultant uit Roermond is een veteraan op het gebied van relaties. Hij heeft er al een stuk of 6 gehad, maar nu vindt hij het tijd om de ware te ontmoeten. Ik heb wel gedaten, jazeker. Ik heb niet stilgezeten, laat ik het zo zeggen. Ik hou er wel van om nieuwe mensen te leren kennen. Komt ook vanuit mezelf natuurlijk in de sales, dat je altijd wel met nieuwe mensen bezig bent. En nu voelde het echt wel voor mezelf dat ik dacht van ja, ik heb zin om de liefde weer te vinden. Ik vind het wel heel belangrijk in een relatie dat je elkaar de ruimte geeft. Dus dat je ook echt je eigen leven daarnaast hebt. Niet dat je geclaimd wordt. En dat je echt verplicht elk klein dingetje met elkaar moet doen. Elke verjaardag van het neefje, het nichtje, de vriendin, de schoonmoeder van de broer. Ik vind krullen wel heel mooi. Vind ik altijd aantrekkelijk. Daar stap ik altijd wel iets eerder op af. Ik ben wel echt een billeman, kan ik meteen zeggen. Dus ik hou wel van een goede bil. Verder qua postuur, ik ben niet heel kieskeurig. Een vrouw mag curvy van mij zijn, een vrouw mag lang zijn. Ik heb 1 grote droom, dat ik ooit, als ik later groot en sterk ben. Nee, als ik later oud ben, dat ik een tweede huis in Spanje heb. Dus dat ik lekker daar met mijn hopelijk gezin lekker terug kan trekken. Ja. Knuffelen? Tuurlijk. Hi. Anouk. Kevin. Hi. Kevin, hi. Ik heb een kleinigheidje voor je meegenomen. Ja, ik ook voor jou natuurlijk. Ja, tuurlijk, ga lekker zitten. Zenuwachtig. Valt mee eigenlijk. Valt mee, ja? Ja, het valt mee. Okay, nou, misschien een beetje, maar... Zeggen, tot aan de deur ging het. Ja, en daarna... Eenmaal de deur doen moest, dan dacht ik van... Ja, precies. Nu beginnen. Oké. Okay. Ik zal even kijken wat ik ga. Kleine lokale specialiteit. Lokaal, leg lokaal. Uit. Lokaal, ja, waar ik vandaan kom.
Bonbons of specialiteiten? Ja, ja, nee. Ik denk altijd meteen aan België. Nee, dat niet. Gelukkig niet. Tenminste. Maar ik hoor dat het... Zuidelijk is. Ja, het is zuidelijk, maar ja. Ja, ja, echt mijn favoriet. Ja, dus het is meteen... Ja, je zit goed. Je zit kijk, goed. Gelukkig. Goed. Dankjewel, heel erg lief van je. Alsjeblieft, tuurlijk. Ik heb ook voor jou meegenomen natuurlijk. Ja. Weet je wat iets over mij zegt? Ja. Ik heb 2 Tilburgse verleidingen erbij, dus ik denk dat je nu wel kan gokken waar ik vandaan kom. Ja. En ja, ik hou van kaas en ik hou van pittig. Dus ik heb daarom een borrelplankje aan. Dat zit in ieder geval ook goed, want ik hou ook wel van borrel en ja? plankje. Dus, super, dankjewel. Wil je ook wat drinken meteen dan? Doe maar een fantaatje alsjeblieft. Een fantaatje? Yes. Dan doe ik daar een beetje mee. Oké, dus Roermond. Roermond, 33. 33 en dan moet volgende standaardvraag, kom maar. Ik wil eigenlijk zeggen, je naam nog een keer. Oh, mijn naam. Dat moet ik eerst een paar keer zeggen en dan weet ik het. Kevin. Kevin. Nog een keer? Kevin. Weet jij het wel nog? Nee, ik ben hem ook echt vergeten. Ja, zie je? Dat is dus echt gewoon. Dit is gewoon een beetje om mij te plagen. Nee, ik zal niet durven. Dit is Jessie, een 26-jarige projectmanager uit Amsterdam. En zij is de hartsvriendin van Anouk in het andere appartement. Ze zijn samen dit avontuur aangegaan, maar leggen de focus voorlopig op hun eigen dates. Ik denk dat het mij nog niet gelukt is in de liefde, omdat ik het gewoon niet zie. En dan later denk ik pas, oh, ik vind je eigenlijk wel heel erg leuk of ik ben verliefd op jou. Ik waardeer heel erg mijn vrijheid, maar ook dat de ander zelf zijn vrijheid ook waardeert en ook lekker zijn eigen ding gaat doen. Ik ben op zoek naar iemand die sportief is. Iemand die ambitieus is, dus die niet te weinig uit het leven wil halen. Iemand die... echt wel dingen we ondernemen ook. Ik val op iemand die lekker een bos haar heeft op zijn hoofd. Iemand die slim is, maar hoeft niet te slim te zijn. Je moet elkaar wel kunnen begrijpen. Hij mag wel een beetje dominant zijn, maar dus ook niet te dominant. Verder val ik op iemand die ook van eten houdt en van koken. Vind ik ook wel belangrijk als iemand goed voor zichzelf kan zorgen. Ja, daar ben ik nog meer naar op zoek. Als iemand er maar leuk en spontaan uitziet, dan ben ik eigenlijk al snel tevreden. Nou, dat biedt volop kansen voor Wesley. Deze 26-jarige student Game Development uit Breda is 1,5 jaar single en krijgt steeds vaker het gevoel dat iedereen succes heeft in de liefde, behalve hij. Ik heb allemaal vrienden om me heen, allemaal leuke relaties. En dan zie ik dat en denk van ja, dat liefdevol gevoel, dat vind ik wel weer mooi om ook weer in mijn eigen leven te kunnen hebben en te kunnen opbouwen eigenlijk. Ik ben redelijk kieskeurig. Voor mij start het natuurlijk altijd wel bij hoe iemand eruit ziet. Leuke lach vind ik altijd belangrijk. Schattig, qua lichaamsbouw. Slank is belangrijk. Qua innerlijk is toch dat ze een levensgenieter is. Let's go. En sociaal is. Hallo. Hoi. Hallo, wat een verschijning. Nou, zeg dat wel. Hey, ik doe knuffel. Geven. Hoi, Wesley. Jessie, hoi. Aangenaam. Ja, hetzelfde. Zo. Leuk. Zijn we dan eindelijk? Je schijnt net zoals dat het buiten schijnt. Echt? Ja. Nou. Leuk gezicht heb je ook. Vrolijk. Dank je. Nou, hoe is het met jou? Ja, goed. Wel. Ben je een beetje zenuwachtig? Of, een beetje wel. Ja. Ja. Ja, ik ben aan het wachten elke keer op die zenuwen, maar het komt maar niet. Nee? Nee, ik had meer verwacht van mijn zenuwen. Maar... Nou, mooi. Dus dat is goed. Ja. We gaan het leukste ervan maken, denk ik, toch? Dat weet ik wel zeker, ja. Ja. Wat is je naam ook weer? Wesley. En die van Wesley. Jou? Jessie. Jessie en Wesley. Ja. Nou, die rijmt ook nog eens een keer leuk. Ik heb wel wat leuks voor je meegenomen ook. Ik zie dat jij ook een leuke deutje mee hebt genomen. Wil je nog wat bij zeggen? Nou mag ja, het nu, voordat je mag ik mij pak. Het eerst wel openmaken. Oké. En dan zeg ik daarna wel een beetje paar sokken. Mijn gedachten. Ik ga raden. En ze voelt het wel, hè? Als ja. Oké. Ik heb nog nooit zo'n raar cadeau opengemaakt. Een kookboek. Ik heb een kookboek gegeven. Oh, nice. Oké. Ik hou zelf heel erg van koken. Nice. Maar het moet wel vaak gewoon simpel zijn en niet te ingewikkeld. Ik weet niet of je van koken houdt überhaupt. Ik kook wel voor mezelf. Ik vind het vooral gewoon leuk als ik het samen doe met iemand. Ja. Goeie, kunnen we ook gelijk voor vanavond kijken. Ja, dat kan slim. Ook. Ja. Slim. Hoeven we niet zelf iets te doen. Nou, dankjewel. Ik zal mijn cadeautje er even bij pakken. Oké, spannend. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik wilde ook iets geven wat mij zelf ook een beetje beschrijft. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Ja. Ik ben ook gewoon heel dankbaar van dat ik dit mag doen. Ook met jou. Ik vind het gewoon heel leuk. En dat deze mogelijkheid er is natuurlijk. Ik hoop dat wij meer dan alleen plezier met elkaar kunnen hebben. Ik denk dat we wel leuk met elkaar gaan hebben. Ik voel wel een nice, gezellige klik bij jou. En dit beschrijft wel een beetje een bepaalde kant van hoe ik ook ben. Oké. Ik vind het ook heel ingewikkeld. Oh. Ja, ik hou van knuffelen, dus alsjeblieft. En dankjewel voor je cadeau. Ja, jij ook bedankt. Ja.
Ja. Ik denk dat je wel op jezelf woont, toch? Ja, ja. Nee, ik woon bij mijn ouders nog altijd. Ja, je weet het niet. Nee, dat is waar. Ja, je weet het nooit. Nee, dat is klopt. Nee, ik woon op mezelf inderdaad, ja. Ja. Het eerste plaatje is wat je aangegeven had. Of valt het tegen of valt het mee? Ik had opgegeven, ja, iemand die langer is dan ik. Nou, dan ben je donker haar, een paar dagen baardje, verzorgd. Ja. Eigenlijk is het allemaal zo standaard. Ja. Je noemt me nou gewoon standaard. Ja, ja. Nee. Oké, dank je wel. Wat had jij opgegeven dan? Ja, gewoon een vrouw, hartslag en 38 graden. Ja? Nee, ik had ook... Nee, ja, ik gewoon spontaan iemand. Krullen vind ik heel aantrekkelijk. Ook gewoon iemand die gewoon lekker een vlotte babbel heeft. En gewoon lekker spontaan een leuke uitstraling heeft. Laat het nou precies zijn wat Wesley ook zoekt in zijn date. Met die leuke uitstraling heeft hij bij Jessie niks te klagen. En ze hoeft van hem ook totaal niet terughoudend te zijn met die vlotte babbel. Als je trouwens iets kwijt wilt tijdens dat we hier zitten, dan... En je bent bang dat je me kwetst mee of zo, weet ik wat. Maakt niet uit. Gewoon zeggen, vragen. Ik heb geen goede of foute judgment. Dus dat je dat weet. Oké, nou fijn, dankjewel. Voel je vrij daarin. Dat komt goed. Als jij dat ook maar doet naar mij toe, dan is dat prima. Ja, natuurlijk. Ik heb tot nu toe alleen maar positieve vibes. Dus, Nou, top. Ja. Goed voor de eerste 5 minuten. Ja, toch? Ja. Ik ben in ieder geval opgeschept hier met een prachtige dame. Dankjewel. Nou, die eerste 5 minuten hadden een stuk slechter gekund. Ook de buren zijn lekker van start gegaan, maar ook zij weten nog weinig van elkaar. En er is één vraag die bij Anouk al een tijdje op de lippen brandt, omdat het antwoord voor haar heel belangrijk is. Ik weet niet, ga je naar festivals? Ja, ik hou wel van het festivaletje pakken af en toe. Af en toe? Af en toe, ja. Ik ben niet iemand die de zomervakantie plant om de festivals heen. Nee. Dat niet, nee. Welke? Ik hou ook liever op zomervakantie dan naar een festival toe. Oh. Jij niet? Nee, jij gaat echt liever naar een festival toe. Ik ben echt een festivalganger. Oké. Okay. Ja, ik ga echt alle harde stijlen af. Oké. Okay. Kijk. Ik ben te vinden op Defcon, Dominate, Harmony of Hardcore, Intense, Decibel. Oké. Okay. Leuk toch? Moet je vooral doen, denk ik altijd. Maar jij pakt dus gewoon een beetje de allround feest. Ik ben meer de allround, ja. Ik ben niet van de hele harde... Gewoon... Maar een beetje van alles hebben of zo. Wat is jouw grootste afknapper? Dat vind ik wel heel interessant. Als iemand gewoon over een ja en amen op zegt, daar ga ik niet heel goed op. Ik vind het wel heel belangrijk dat iemand ook wel gewoon durft direct terug te zijn. Want ik heb wel wat tegengas nodig ook. En die ook wel gewoon wat steekjes durft uit te delen. Dus ook wat grapjes onderling maken vind ik heel belangrijk inderdaad. En vice versa, voor jou? Niet dat iemand arrogant is en ook zo zich zo'n attitude opstelt. Nee. Dat vind ik echt ook weer no-go. Niet continu om bevestiging vraagt van... ben ik wel leuk genoeg? Ben ik knap genoeg? En dat is eigenlijk heel krom, want zelf ben ik wel een beetje zo. Dus... Wat doe je normaal met vrienden? Ja, toch wel vaak borrelen of sporten of lekker wandelen. Of naar festivals. Gewoon lekker samen koken en daar eten. Nice. Naar wat voor festivals ga je? Naar hardstyle festivals. Hardstyle? Ja. Nice. Dus naar Intense en Defcon en Dominator. Zullen we anders dit spelen? Als ze hier nu toch staan. Ja, is goed. Kan jij een beetje tafeltennissen? Ja, we hebben thuis ook een tafeltennisding, dus ik heb het al een paar keer gedaan. Ja. Yeah. Maar ik zal me inhouden. Oké, is goed. Maar wat heb je opgegeven als waar je naar zocht? Ik heb opgegeven dat ik op zoek ben naar iemand die lekker spontaan is. Iemand die lekker die vrijheid belangrijk vindt. Gewoon iemand die goed voor zichzelf kan zorgen. Iemand die... Kijk, je moet elkaar uiteindelijk beter maken in een relatie... Mm. En niet dat je heel erg op de ander steunt of dat je de ander dus heel erg niet vrijlaat. Het is een toevoeging. Maar het moet echt een toevoeging zijn. Maar dat je toch ook elkaar naar een hoger niveau kan tillen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, ik wil een ander verhaal van maken, maar het is echt precies hetzelfde. Hetzelfde. Ja. Ja, we hebben echt heel veel dingen hetzelfde. We moeten even de dingen zien die niet hetzelfde zijn. Oké. Okay. Wat doe jij heel graag met vrienden? Want dan ben ik wel benieuwd of jij, wat voor dingen jij dan doet. Drankstringen, spelletjes spelen of gaan naar... Ouddorp, dus in Zeeland, later in het jaar, of later in de zomer ook. Ook met een groepje en alles. Iedereen is zo connected en aligned. En als je dan met z'n allen ook in zo'n huisje zit, ja... Ja, leuk ook, is dat. Echt puur geluk. Gewoon puur geluk. Anouk en Kevin voelen zich ook helemaal connected en aligned. Kevin heeft het prima naar zijn zin met zijn 3 Tilburgse verleidingen. 2 op een bordje en de 3e naast hem op een stoel. Keurig. Wat is het eigenlijk, Tilburgse verleiding? Tilburgse verleiding, zeg maar, een bolus, ken je? Nee, wat is een bolus? Ja, zet eruit. Een bolus ken je toch wel. Ja, ja. En dat is dan gevuld met room. Ik heb ook een vriendin en die komt uit Amsterdam. Ja. Die komt dus altijd naar Brabant. Toen als ze in Brabant is geweest, dan neemt ze altijd een zak bolussen mee. Mm-hmm. Ja, en dan zegt ze ook altijd houdoe als ze bij ons is. Dat zegt ze natuurlijk helemaal op de verkeerde manier. Maar dat maakt niet uit, ze probeert het. Ze heeft zich ingeburgerd. Mm-hmm. Netjes. Vind jij jezelf zelfverzekerd? Ja. Ja? Nee, ik denk het zo. Je bent wel content met jezelf. Ik ben content, zeker. Ik ben content met mezelf. Ik ben blij met wie ik ben.
Ja, goed zo. Ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Zeker. Jij niet dan nu? Wel, ik denk wel dat ik wel... Jawel. Hoeveel twijfel kan je een antwoord gooien? Wel. Nee dus. Nee. Jawel. Nee. Ja, zo'n beetje. Maar ben je dan niet tevreden? Ik denk dat het een stukje bevestiging of zo... Ik heb gewoon een mooi figuur. Je ziet er goed uit. Nou, dankjewel. Ja. Maar ik bedoel meer... Ja. Wat er door mijn hoofd wel heel veel spookt is, zeg maar, of ik goed genoeg ben. Maar voor wie? Ja, dat is heel mooi dat je het zegt. Dat eigenlijk moet ik goed genoeg zijn voor mezelf. Klaar. En voor niemand anders. Ja, klaar. En toch ben ik daar wel mee bezig. Dan bijvoorbeeld op een festival ben en dan zie ik van die meiden rondlopen. En dan denk ik, wow, ja, die hebben dan misschien wel wat meer aan zichzelf gesleuteld en zo. Maar dat maakt niet uit. Nee, die lopen daar met echt een zieke confidence, attitude, lopen ze daar. Yeah. Denk je niet dat zij het nodig hebben elke keer om weer iets nieuws te doen om gelukkig te blijven? Die moeten dan weer af weer naar Turkije voor de tanden. Komen ze terug, moeten ze weer naar Turkije voor de haarapplatan. Komen ze terug, moeten ze weer voor de Brazilian butt lift. Of weet ik veel. Ja. Dat het nooit goed genoeg is op een. Ja, maar dat zien wij niet. En jij bent dan alleen maar bezig met, wauw, hoe mooi ziet zij eruit. Maar is zij wel gelukkig? Ja. Ja, je kunt de zon opzoeken en diepzinnige vragen stellen. Maar je kunt ook een stormbaan improviseren, zoals de buren. Ben je ready? Ja. Oké. Oh my god, dat is niet normaal. 8. Oh, fuck. Oh, ligt er daarop. Wat een ellende. Kom op. Oké. Pak hier. Oh, ik gooi hem gewoon over mee. Oh god. 1, 2. Ik ga goed tellen, hè. Ik heb dat niet. Oké. Ik durf dat niet eens. Oeh. Lekker bezig. Goed gedaan. Nou, dit was leuk. Anouk en Jessie zijn niet voor niets hartsvriendinnen. Dus die twee zijn natuurlijk razend benieuwd naar hoe het met de ander gaat. Nu ze hun eigen dates een beetje hebben leren kennen, is het tijd voor contact. En voor een plannetje om elkaar te helpen. Je gevoel tot nu toe? Ik vind het wel heel gezellig. Ik voel me op mijn gemak. Nice. Ja. Ja. Fijn om te horen. Ben je ook romantisch? Niet heel erg eigenlijk. Ik geef er gewoon heel erg weinig om. Mm-hmm. Ik vind het al vaak genoeg als iemand gewoon aandacht voor je heeft en ja, lekker. En ik vind het wel heel erg belangrijk dat iemand ja, gewoon impulsief en leuke ideeën heeft. Ja, ik vind het ook gewoon belangrijker dat ik gewoon naar mijn zin kan hebben met iemand. Dat ik wel voel dat iemand mij liefde geeft, dat je eigenlijk samen ook gewoon kan groeien in het leven, vind ik belangrijk. Voor mij is het meer quality time, denk ik, dan echt romantiek zelf. Ik geloof best wel in dat er meteen een soort van vonk of zo moet zijn, of een bepaalde aantrekkingskracht. De eerste klik moet er sowieso zijn, ja. De fysieke aantrekkingskracht. Alleen voor mij leg ik de lat altijd best wel hoog, voordat ik echt zeg maar mezelf helemaal open kan geven aan een meid. Het is, ja, ik ga niet zomaar met iemand naar bed of zo. Ik zit daar wel over in, maar ga ik mij inderdaad aangetrokken voelen tot de persoon die er zit. Dus ik was wel blij dat ik jou zag. Ik dacht van, oké, nice, nou, ik moet daar in ieder geval geen zorgen over maken. Je voelt het gewoon bij sommigen en bij anderen niet. Boe. Wat vind je er zelf tot nu toe van? Vind je het leuk of zo? Heb je spijt dat je meedoet? Of denk je van, oh my god? Nee, ik vind het oprecht gezellig tot nu toe. Ik ben nog wel nieuwsgierig naar je verder. Oké. Dus dat is een goed teken, denk ik. Ja, ik vind het tot nu toe gewoon heel gezellig. Dus voor mij is het tot nu toe gewoon goed. Ik kan makkelijk praten. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd inderdaad hoe het verder gaat. Ja. Heb je liever zout of heb je liever zoet? Oh, dat is echt een hele goede vraag. Ik denk, als ik moet kiezen, denk ik uiteindelijk zout. En jij? Toch wel zoet. Ja? Ben je zoet? Nou, gewoon... Ben je ook zoet? Ik ben superzoet. Ja? Nee, ik ben helemaal niet zoet. Nee, ben je zout? Ik ben ook totaal niet romantisch.
Maar je kan toch nog steeds heel lief zijn en alles. En zoet, zonder romantisch te zijn. Of is zoet, staat gelijk aan romantisch? Ja, zoet vind ik wel gelijk zijn aan romantisch, ja. Of zoet als in schattig. Ja, nou, schattig ben je wel. Oh, ook al wil je dat niet. Hè? Wil je dat niet? Wat schattig zijn? Mm. Of niet per se, nee. Precies. Ja, hallo, moet je minder schattig zijn? Mm. Ik had zuurder zijn. Op de eerste blind date. Ja. Oké, niet schrikken. Maar ik heb nog een verrassing voor je. Okay. Namelijk, weet je nog dat ik het had over dat een vriendin van mij een impol-Brabander is en dat ik dat zij altijd bolussen bij ons komt eten? Ja, ja. Zij zit hiernaast. Oh, echt? Ja. Dus ik heb een kleine surprise. Straks na het eten komt zij hierheen. Ja. En dan ga ik heel even naar haar matchen, want dan gaat ze jou een beetje okay. aan de tand voelen misschien wel. Ik weet het niet wat ze gaat doen. Oké. Okay. Ja. Ik moet ook nog even wat zeggen. Oh, nu gaat het komen. Een heel goed vriendinnetje van mij, die zit hiernaast. Niet. In het andere huis. Nee. Dus zij is nu ook op date met haar match. Dus hoe leuk is het als zij straks hier eventjes naartoe komt en even kennis gaat maken met jou. Wat? En dan ga ik eventjes daar naartoe. Om met hem en dan kennis ga ik maken. Even met hem kennis maken. Oh, wat leuk. Dat had ik niet verwacht. Ik denk nu gaat het komen, maar. Ja. Wat leuk. Nee. Voor de kruisverhoren beginnen, hebben Anouk en Kevin nog tijd om elkaar weer wat beter te leren kennen. En dan kan de vragenpot altijd dingen boven tafel krijgen waar ze zelf naar vergeten te vragen. Aan wie zou jij mij als eerste voorstellen en waarom? Denk dan aan mijn ouders. Of aan vrienden. Denk eerder aan vrienden. Waarom? Denk eerder aan vrienden. Maar gewoon dat die wel dicht bij me staan. En jou hoef ik die vraag niet te stellen. Ik denk aan Jessie. Ja, goh. Ja, ik zou sowieso ook aan vrienden eerst voorstellen. Vrienden, toch wel, ja. Die kennen mij wel op een bepaalde manier. Ja. En het is niet zo dat als bijvoorbeeld Jesse straks zegt van nou, Anouk, ik zou het echt niet doen, dat ik dan me daardoor laat beïnvloeden. Nee? Nee, dat niet. Okay. Maar je neemt het wel mee, ergens. Ik neem het toch wel onbewust mee. Kijk, het zijn mijn vrienden en ik merk toch dat ik het wel belangrijk vind. Ik heb wat te bewijzen straks. Ja, dat lukt. Ja, mag. Succes. Denk jij dat ik in staat ben om jou te temmen? Waarom wel of waarom niet? Oeh. Ja. Dagen. Oeh, weet ik niet, hoor. Nee? Denk je dat je toch nog over mij heen kan lopen? Mijn gevoel zegt dat ik het best wel over je heen kan lopen op een gegeven moment. Ja? Dat je best wel please gedrag ook in je hebt. Ja, 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 dat toch? Is gelijk in, ja. Dus dat ik daar misschien dan ook wel... En ik ben geen misbruik maken, dat is nooit. Nee, dat geloof ik ook niet dat jij dat bent. Nee, maar ik... Ja, je cijfert jezelf gewoon weg, denk ik soms. Dat dat het gewoon is, voor een ander. Ik denk dat je wel gelijk hebt, toch? En dat is eigenlijk een besefmomentje voor mezelf. Nee, persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik denk gewoon, fuck. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Jessie en Anouk staan op het punt om elkaars date te ontmoeten. Maar moeten eerst nog even bellen om er zeker van te zijn dat de uitwisseling maximaal resultaat oplevert. Vriendin. Hey, hallo. Hey, hallo. Wacht even hoor. Ik ga heel even... Ik bud jou gewoon even weg. Ja, tuurlijk, meid. Huts aan de fuck. Bye. Bye. Waar ben jij nu? Ik ben nou boven. Ja, dit is bij mij boven. Zit er? Ja, het is wel... Ik doe even de deur dicht. nou, het is wel gezellig. We hebben best wel wat raakvlakken, maar ja, qua aantrekkingskracht of zo... Ik weet niet, het zit er voor mij nog niet heel erg in. Misschien moet dat nog komen, hoor. Misschien moet dat nog een beetje groeien. Maar verder, ja, het is wel echt heel gezellig. Ik zal zo meteen even komen kijken, want we gaan zo meteen wisselen. Ja. Is er iets wat ik aan hem moet vragen of zo, wat je graag wil weten? Ja, hoe hij dat misschien ziet, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Hij gaf net al wel aan dat hij dat wel zag zitten, dus dat hij wel heel erg blij was. Ja, ja. Verder ben ik... Dat is ook wel iets wat ik graag wil, dat jij vraagt hoe hij hierin staat bij mij. Ziet hij het wel zitten om... het verder te ontdekken of niet. Want ik denk dat wij wel... Ik snap wel waarom wij gematcht zijn. We staan wel heel erg een beetje hetzelfde leven en zo. Hij gaat niet naar hartstelfeesten. En ja, je weet hoe ik daar best wel in sta. En ja. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Ja, precies. Dus ik geef het wel een kans natuurlijk. Maar misschien groeit zoiets. Ik vind dat we dat wel die kans moeten geven. Dus wie weet.
Oké. Dus, maar ik denk dat we gewoon even moeten wisselen. Want ik ben echt zo benieuwd. Niet normaal. Ik ook naar die van jou. Maar die van jou ken ik ook uit, alsof die uit Brabant komt. Klopt dat? Limburg, maat. Oké. Ik loop die kant uit, ja? Ja. Ik kom naar jou toe. Is goed. Dan gaan we eerst even switchen. En daarna praten we elkaar even bij, ja? Ja, is goed. Tot zo. Bye. Ik ga die kant uit. En dan komt zij hierheen. Oké, veel plezier. Ja, ik wens jou ook veel plezier. Ik ben benieuwd. Ik ben vol. Geniet. Succes. Dankjewel, jij ook. Veel plezier. Komt goed. Doe de groeten. Ja, zal ik doen. Tot straks. Ja, tot zo, hè. Doei, doei. Doei. Goed. Veel plezier. Ja, thanks. En tot straks. Nou, tot straks. Geniet ervan. Komt helemaal goed. Dankjewel. Is Jessie wel goed voorbereid op Kevins kruisverhoor? Wat kan jij vertellen over Anouk wat zij zelf nooit zou vertellen over zichzelf? Ja, ja. En qua uiterlijk? Zit ik een beetje in het straatje waar ze normaal op valt? Tot morgen!